Stadgenoten, kennen jullie de Haagse Eitjes? Ja? Dat is de naam van een mini-rondeel, oftewel een kloek kippenhok in Ippenburg in de oksel van het Prins Klausplein. Mensen die daar met de auto langs zijn gekomen moeten, gezien de al daar gebruikelijke files, alle gelegenheid hebben gehad dit kleine stukje Haags platteland gane te slaan. Historicus Theo Bolleman en ik hebben deze markante plek van sympathieke stadstuinbouw bezocht voor ons Den Haag FM radioprogramma Straatwijs 2050 om ons met kippendirecteur Hans Leneman te buigen over de toekomst van de voedselproductie in of iets buiten onze stad. Het programma is dadelijk na 12 uur te horen hier. Als de uitzending er niet zoals vorige week halverwege uitknalt, dan hoor je alleen de voorgeprogrammeerde muziek. Gelukkig kan je op Spotify alle afleveringen terug horen. Mijn uitzending zal vandaag vast goed gaan, al houd ik mijn hart vast voor de nabije toekomst, waarin het binnenkort aan te treden bruine kippenkabinet ongetwijfeld op elke vorm van publieke omroep zal gaan inpikken. Ondertussen vliegen de eitjes aan de andere kant van de A12 ons vanavond ook om de oren, hopelijk in de vorm van doeltreffende ballen in het net van de Graafschap. Want daar in de Claw, zoals een van de bijnamen van ons Haagse voetbalstadion luidt, gaat ADO proberen de volgende ronde van de play-offs te bereiken. Ze hebben uit in Doetinchem al met 3-2 gewonnen, dat had 3-1 moeten zijn. Maar ze kregen de achterlijks gegeven penalty ooit tegen. Een ADO-verdediger krijgt een zet waardoor hij de bal op zijn eigen hand kopt. Een constructie waar zelfs een staatsrechtelijk knutselgenie als voormalig informateur Kim Putters een puntje aan zou kunnen zuigen. Maar laten we ons verder niet verdiepen waar hij allemaal een puntje aan zou kunnen zuigen. Het Songfestival is immers voorbij en Joost Klein is, ondanks alle treurnis, zonder mee te doen, alleen maar beroemder geworden. Gek genoeg levert dat een zekere analogie met Geert Wilders op. Jarenlang niet meedoen, wel winnen. En dat ze allebei wit haar hebben, moeten we maar als toeval zien. Verder houden de vergelijkingen wel op, zou je zo denken. We zullen Wilders immers niet snel de Europapa-lofzang horen zingen. Maar het aannemen van een dreigende houding naar mensen met een camera is dan weer wel een wonderlijke overeenkomst. Maar terug naar ADO, dat zegevierend uit het boerengebied wist terug te keren. De stad had voor deze keer nog gewonnen. Maar de boeren komen terug met grote monden, grote trekkers en een steeds grotere Caroline. Binnenkort zullen ze met 130 km per uur op de regeringsvesten toerazen. Want ja, van alle problemen in ons land is die luizige 100 km per uur grens toch wel het eerste wat je moet aanpakken. In Den Haag zijn er genoeg die dat ook vinden. Al enige tijd wordt op de Van Alkemadelaan met de nieuwe snelheden geoefend, zo begreep ik. Of de om de hoek wonende Mark Rutte met zijn oude Saab daaraan heeft bijgedragen, is onbekend. Maar binnenkort neemt hij niet meer de benen naar Wenen of de trein naar Berlijn, maar de limo naar Brussel. Politiek Den Haag overlatend aan de nieuwe orde. De raadselachtige Rutte. Zoals het fijne boek van onze Ron Vreese en Wilma Borgman heet. Ik was donderdag bij de presentatie van dat boek in Nielspoort. De dampen van de kabinetsformatie waren daar nog niet opgetrokken. Het was na deze uitputtende nacht eigenlijk een wonder dat er nog zoveel politiek geïnteresseerden aanwezig waren. Ik heb je niet meer gezien, Janot. Nee, ik lag te slapen. Ja. Ik was tot 4 uur 's nachts in de Tweede Kamer die dag. Precies. Dus ik was heel even wat uurtjes zo waren inhalen. Er meer. Op de terugweg liep ik langs de Haagse campus van de Universiteit Leiden, nabij het Centraal. Ik las dat daar even later, het was halverwege de middag, geheel naar de mode een pro-Palestijnse bezettingsactie startte. Deze actievoerders hadden blijkbaar wel de tijd genomen om goed uit te slapen, al hadden sommigen volgens ooggetuig nog hun zwart-witte sprei om de nek. Uiteraard zou de lokale VVD deze demonstranten het liefst wegknuppelen. Een bekend geluid, maar is deze stoere partij daarmee een stuk minder raadselachtig dan hun voormalige voorman. Tja, wie zal het zeggen? Maar zitting nemen in een kabinet met een labiel staatsrechtelijke PVV, compleet met het torpederen van de eigen spreidingswet en publiek slachten van coryfeeën van de burger van de wal, is dat voor de hand liggend? Kortom, het is een rare wereld en alles is blijkbaar mogelijk. Als je het zo ziet, zou ADO die na competitie best wel eens kunnen winnen. Ja. Marcel Verrek.